Oké, vandaag een heel donkere dag voor al wie elektrisch rijdt. Ik heb een bericht gekregen op 4 december, heb ik een, net voor het weekend, kreeg ik een berichtje van New Motion. Dat is eigenlijk dat is een dochterbedrijf van Shell, wat dan eigenlijk tankkaarten levert voor elektrisch rijden. Dus een tankkaart die je in plaats van bij een tankstation kunt gebruiken bij laadpalen. Ze hebben denk ik zelf geen laadpalen, maar ze ondersteunen dus verschillende fabrikanten van laadpalen. Bijvoorbeeld EVPoint, Allego en Mobility Plus zijn er een aantal die in België staan. Allego heb ik al veel tegengekomen, EVPoint ook, die Mobility Plus nog niet. Nu, dat is vooral in Vlaanderen. In Wallonië heb ik heb eigenlijk in Vlaanderen nog maar één keer een paal tegengekomen waarbij dat ik niet kon opladen, omdat die kaart niet ondersteund werd. Voor de rest heb ik altijd al kunnen opladen. En Wallonië is een ander verhaal, daar werken ze met sms-codes, een beetje zoals het parkeren, dat je een bepaalde start- en stopcode moet doorsturen en dan kunnen ze factureren aan de hand van je gsm-nummer. Daar gebruik ik mijn laadpas niet. Die worden meestal ook niet ondersteund door NewMotion. Maar het slechte nieuws is dat de prijzen dus opslaan. Dus ik heb hier een bericht gehad met een overzichtje van alle prijzen die opslaan. De meeste gaan naar 0,30 een aantal nog en dan nog een. De meeste zitten bij de 0,35 cent per kilowattuur. En dan zijn er zelf een aantal die naar 0,40 kilowatt per uur gaan. Dus dat is zo wat. Kijk, voor die in België heel specifiek, die van Allego gaan van 0,28 cent naar 0,34 cent per kilowattuur. Die van EVPoint gaan van 0,32 naar 0,35. En die van Mobility Plus gaan van 0,25 naar 0,31. Dus dat zijn de nieuwe prijzen vanaf 7 december, vanaf vandaag. Dat is een laatste Sinterklaas cadeau. Vroeger had je, en dat gaat meer en meer gebeuren, wat er ook meer en meer gaat gebeuren, is dat er naast de prijs per kilowattuur ook tarieven komen voor per minuut of per uur of per half uur voor de tijd dat uw kabel ingeprikt zit, om te voorkomen dat mensen de kabel laten zitten terwijl dat hun voertuig al opgeladen is, hè. Want meer en meer gaan elektrisch rijden en er gaan dus te weinig palen zijn. Dus vooral die tijd dat je aan die paal hangt, gaat worden gefactureerd meer en meer in de toekomst. In de plaats van wat je effectief verbruikt van elektriciteit. Vroeger had je gratis laadpalen. Als je dat opzoekt in België, had je bij de Lidl of bij de Aldi, een van de twee, ben niet zeker welke juist, had je vroeger gratis laadpalen op de parking. En ook bij McDonald's was en bij Ikea ook trouwens, was het vroeger gratis opladen. Allemaal gedaan, dat is al meer dan een jaar dat allemaal gedaan is. Daar is het ook allemaal betalend nu. En ik heb nu heel toevallig van het weekend wel een gratis laadpaal gevonden, maar het was puur toevallig. Het was in Wallonië, ik stak de stekker in. Ik was nog aan het bekijken hoe dat ik juist moest opladen, dus daar werk ik met die sms-codes. En mijn motor was eigenlijk al aan het opladen, dus ik heb het dan maar zo gelaten. Ik heb dan uiteindelijk gratis kunnen laden. Maar dat zijn de uitzonderingen. En ik veronderstel dat dat ook gewoon was omdat die paal nog niet geconfigureerd was of iets in die zin. Want er stonden echt wel instructies op over hoe dat je moest opladen. Ja, maar kijk, bij deze.